Man overleden na zware verwondingen. Tiel meer in de picture dankzij GSO. Hoogste punt nieuwbouw RAG en SCW bereikt. Lingen College Awards komen eraan en nieuwe recyclefabriek op Medel. Dit is StadsTV Tiel Actueel. In een woning aan de Heiligestraat in Tiel is donderdag een 64-jarige Tielenaar zwaargewond aangetroffen. De bewoner van het pand is aan deze verwondingen vrijdag in het ziekenhuis overleden. Afgelopen donderdag kregen mijn collega's een melding dat hier een man zwaargewond in zijn woning lag. Het ging om een 64-jarige bewoner. En hij is gisteravond overleden aan zijn verwondingen. Maar eigenlijk hebben we geen idee hoe hij aan die verwondingen is gekomen. En we houden rekening met een misdrijf. En om die reden wordt er vandaag uitgebreid onderzoek in en om de woning verricht. De politie is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over dit voorval. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan via 0900 8844. Het Gelders stedelijk ontwikkelingsbeleid zorgt ervoor dat Tiel steeds beter op de kaart komt te staan. Wethouder Driessen hierover. Na het succesvolle stadsbezoek van 27 mei zijn we nu ook weer in gesprek met de provincie om uiteindelijk te komen tot een nieuwe periode van Gelders stedelijk ontwikkelingsbeleid. Een aandachtsgebied is bijvoorbeeld de stationsomgeving waar ik op dit moment sta, waar gedacht zou kunnen worden aan een combinatie van leren, wonen, mobiliteit. En wij proberen in samenwerking met de provincie dit gebied straks in ontwikkeling te gaan brengen. Vandaag is het 1 juni en zijn we hier bijeen vanwege het hoogste punt van het nieuwe kantoor van het RAG en SCW. Samen bouwen we dit nieuwe kantoor omdat we alle twee uit ons jasje zijn gegroeid. En wij zijn bijzonder trots dat het op dit moment echt helemaal volgens planning verloopt. De planning van de bouw loopt nu op schema, maar heeft door grondwaterproblematiek lang achtergelopen. De verwachting is dat het nieuwe gebouw in het voorjaar van 2012 in gebruik kan worden genomen door beide organisaties. Voor de Tielenaren is het natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Het prachtige gebouw aan J.S. de Jongplein, die vandaag op 1 juni het hoogste punt heeft bereikt. Het nieuw kantoor van het regionaal archief de Weerland en de woningcorporatie SCV viert dat heel klein met natuurlijk de mannen op de bouw. Want die zorgen voor de kwaliteit op het werk en de kwaliteit van het gebouw die voor Tielenaren nog jarenlang zeker een dienst zou doen. Zoals ik al zei, de kwaliteit van het werk is heel erg goed en met de planning, dat is ook dik in orde. Want begin 2012, zoals het nu gepland staat, wordt het gebouw in gebruik genomen. In de Agnietenhof in Tiel vindt op 10 juni de finale plaats van de Lingen College Awards. Vrijdag 10 juni is het zover, de finale van de Lingen College Awards. Finalisten van de drie locaties van het RSG Lingen College, dus de Rozenstraat, Heiligstraat en de Thijsselbandlaan treden op het grote podium in Agnietenhof. Daarnaast zijn er twee optredens die nog meedingen voor een publieksprijs. Kadir en Robin en Jelmer. StadsTV Tiel maakte namelijk opnames van het open podium dat georganiseerd is door 22 en de Plantage. Dat ook uitgezonden wordt deze week door StadsTV Tiel. En u kunt daarop stemmen. Wie van deze twee optredens moet de publieksprijs winnen? Ik vind ze alle twee goed, of alle drie eigenlijk, maar u mag kiezen. Dus kijk van vrijdag 3 juni tot aan de finale, vrijdag 10 juni, naar StadsTV Tiel, naar Open Podium en breng uw stem uit. ARN heeft onlangs met een officiële openingshandeling door staatssecretaris Atsma de PST-fabriek geopend op bedrijventerrein Medel. De fabriek zal een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van 95% recycling van autovrakken in Nederland. Deze wettelijke doelstelling moet in 2015 zijn behaald. De grondstoffen worden steeds duurder en als je de oude materialen meer tot grondstoffen kunt verwerken, dan hoef je straks minder uit de markt te kopen en dat betekent dus dat het loont. Nou, dat vergt heel veel creativiteit van ondernemers, dat vergt ook heel veel innovatieve technieken, die zie je hier rondom, het is echt nieuw. En als dat allemaal bij elkaar komt, dan denk ik dat het heel snel het stadium voorbij is dat er geld bij moet, maar dan levert het geld op. PST staat voor post-shredder technologie. Een technologie die na het shredderproces wordt ingezet om het shredderafval verder te scheiden. De PST-fabriek is een nieuwe schakel in de keten van autovrakken. Het shredderafval dat nu nog deels wordt gestort of verbrand kan binnenkort verwerkt worden in de fabriek. De fabriek zal starten met een dagdienst en kan ruim 30.000 ton shredderafval per jaar verwerken.
Tot zover StadsTV Tiel Actueel. Hebt u voor ons informatie? Laat het ons dan weten. Dit kan via mail info@stadstvtiel.nl.